Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn gearriveerd op ons nieuwe plekje. Wat ben jij aan het doen? Ja, het waait heerlijk. We staan geparkeerd. Ik neem jullie even mee. We mochten hier op de camping zomaar een plekje uitzoeken. Omdat ze niet wisten wat vol was en wat niet. Eigenlijk heel slecht, maar prima voor ons. Kijk nou waar we staan. En dan zeggen we, welkom in Rome. Maar nu eerst tijd voor een lekker koel drankje. Yay. Doen jullie dat ook bij aankomst? Altijd even de vliegjes ervan af. Kijk nou wat een mooi plekje we hier hebben. Met wat natuurlijke schaduw van de boompjes. Aan het doorgaande straatje. Tegenover het restaurant. Ciao bella. Langs de camping. Maar op de camping zelf merk je er niet veel van, omdat de camping iets hoger ligt. Ja. En je hoort niks, want het is inderdaad zo'n terrassencamping. Prima. Op naar de supermarkt. Aan de overkant van de weg. Nou, wij kregen onlangs de opmerking, wat eten jullie allemaal? Dat zien we nooit in de vlog, nou bij deze. Wij gaan vanavond lekker grillen. Hop, meteen warm. Ja. En wat eten wij dan? Lekkere groentjes, wat kip, wat brood. Ja, je ziet het eigenlijk, hè. Allemaal lekkere dingen.
lekker smikkelen. Zo, goedemorgen. Wij zijn klaar voor een nieuwe dag. Goedemorgen, Sai. Goedemorgen. Heb je dan bijna klaar? Ja, het staat al klaar. Mooi, een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En op naar Rome. Yes. Ja, dat moet ook gebeuren, de was. Voor de kleine wasjes gebruiken we de emmer van Tupperweg. Ja. Ideaal. En de grote wasjes voor de wasmachine op de camping. Ja. Of langs de weg, hè, bij een lavanderia. Kom, shake, 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 shake. Ik zie alleen het water kletteren. De broek blijft stil liggen. Yes. Zo. Top. En dan nu echt ontbijten. Kom. Ja. En zoals jullie kunnen zien, hier is dus de ingang van de camping. En hier is al de bushalte. En dan kun je met lijn 246 of 247 naar het centrum. Kaartjes die je koopt, die kosten €1,50. Dan kun je 100 minuten mee reizen met de tram, met de metro en met de bus. Daarvoor gaan wij niet met de fiets het centrum in, want het is ons iets te druk. Even uitzoeken hoe we moeten gaan. Ik was sneller. En nu vanuit de bus met de metro naar het stadcentrum. En dan zeggen wij, welkom in Rome. We zijn weer... Sorry, zeg jij maar eerst. En dan zitten we weer in de hoop-bus. Ja, maar we zijn in een grotere stad. Dus we gaan eerst een rondje verkennen en dan gaan we te voet weer verder. Thank you.
heel indrukwekkend. Lunch met een view op het Colosseum. Nou, zie je die duif daar drinken? En dat water hier naartoe. Je komt dus net een bus langs. Die rijdt over een vol flesje water. En wat denk je? Allebei nat. Zeker nat, alle twee. Broek nat. Alles nat. Maar met dit weer is die verkoeling wel lekker. Ja. We moeten er wel om lachen. Ja. Dus een handdoekje doet wonderen. Gelukkig hebben we dat wel bij ons. Maar ik druk wel op. Binnenstad. Ja, een stuk drukker dan waar we tot nu toe zijn geweest. En ons advies in Rome? Op je buik dragen of neem een goede schoudertas mee die je vast kunt houden, want het is hartstikke druk. Overal ook politie. Ze waarschuwen ook voor pickpockets. En je weet nooit waar we zijn. Let op, we nemen je mee. De Trevi-fontein. Ze hebben hier wel fietspaden, maar dat is ook de enige die ik gezien heb hier. Er blijft er een plaatje. Prachtig. En immens groot. Op camera komt er volgens mij helemaal niet over, maar het is magnifiek.
filmset wat ze zijn aan het opnemen. En dit hier is de tempel van Vesta. Oeh. Wat een lawaai, maar dat is het geluid van dat gebouw. Kijk nou, een ijskoelwagen. Een ijskoelwagen is vooral drinken. Is dat zo? Oh ja, gelati, maar dan alleen maar bibieten. Nou. Hier het fort. Wow jongens, wat een stad is dit. Ongelooflijk. Het ene na het andere hoogtepunt. Ja, maar wel heel erg druk. Ja. En we lopen nu over de rivier, de Tiber. Maar we gaan naar het Vaticaan. Ja. Eens kijken of we de paus een handje kunnen geven. En bij het fort zie je natuurlijk altijd de Romeinen. Hey, hi guys. Moment. Oh my god. Ik loop pas. Hey. Una foto lì, the picture. No. Ze willen niet erop. I'm sorry. Scusa. Hi bravo. I only film. Goodbye. We moeten nog 70 euro afrekenen voor een filmpje. Of een foto. Mega groot. En dan te bedenken dat het plein onlangs nog helemaal vol stond met mensen, hè? Waar we nu naartoe lopen. Ja, afgelopen zondag. Ja, maar als deze vlog online komt, is het al een tijdje verder, hè? Ja, klopt. 15 mei was dat. Ja, 15 mei. Het ziet op de camera echt super klein uit. Het is heel groot. Het is echt huge. Ja. Zijn we kunnen uit. Naar rechts. Nou jongens, jullie zien het. We zijn aangekomen hier. In het Vaticaan. Toch in het Vaticaan noemen we dit, hè? Ja, het Vaticaan. Maar we hoorden net van De politie, dat de paus er niet is, dus een handje geven zit er niet in. Dus gaan we eens even mooi rondlopen hier. Het is zo groot. Ik hoop dat het op beeld een beetje overkomt voor jullie.
Daar staan ze ook nog echt op wacht, zie je dat? Ja. Wat een pakje hebben ze. Zou je hier gewoon naar binnen kunnen lopen? Nee. Ik vind een stad toch altijd mooier met zonsondergang. Vind je niet? Ja, dan komen de kleuren meer tot z'n recht. Oh, ook kunnen doen, zo. Nee, want het is toch maar een stukje. Zie je dat voor je bij op de step? Nee. Arme stepjes. Dat gaat mis. Nee, we hebben net een biertje en een aprolletje gedoven. Laten we dat maar niet doen. Zien jullie mij? Ik denk het wel, hè. Zoals je ziet, het is al hartstikke donker. Wij gaan lekker eten. We eten vanavond met de Rijk. Het is 9:30. Dit was onze eerste dag in Rome. Wauw, wat een indruk. Veel te groot. Dus we gaan morgen nog een dagje. En dat zien jullie in ons nieuwe avontuur. Vond je een leuke vlog? Geef een duimpje omhoog. Vinden we leuk om te zien. Een reactie mag natuurlijk altijd. Als je tips wilt of dergelijke. Misschien zit er wel iets voor je tussen. Ben je al geabonneerd of nog niet? Het belletje niet vergeten, want dan mis je die volgende vlog niet. En dan ga ik nu lekker eten, Joy ook. En dan zeggen we tot bij de volgende vlog. Doei!